Een besmettelijke leugen. Dat was de laatste lezing waarbij we samen hebben nagedacht over bacteriën, virussen, besmetting. Wat is de oorzaak van besmetting? Kunnen we wel spreken over besmetting? Kortom, een lezing die heel veel stof heeft doen opwaaien, die wenkbrauwen heeft doen fronsen en die heeft doen uitroepen als dat waar is. Ja, inderdaad, als dat waar is. Nou, er zijn ook veel vragen afgekomen op deze lezing. En die wil ik met jullie behandelen. Wel wil ik zeggen, het is niet mijn bedoeling om een of andere vraagbaak te zijn. Maar het is mijn bedoeling dat ik het woord van God met jullie deel. En soms actuele onderwerpen die er spelen. En dan ook een lezing als deze. Doe zelf onderzoek. Graaf gewoon wat dieper, zoals ik de vorige keer ook gezegd heb. En ik geef ook referenties mee, zodat je zelf verder kan onderzoeken. Dat zal ik ook nu opnieuw doen. Ik heb opnieuw aantekeningen gemaakt om te voorkomen dat ik te veel zal uitweiden. Er is namelijk zoveel te zeggen over ieder puntje afzonderlijk. Maar ik wil jullie de hoofdlijnen meegeven. En dan kun je zelf verder graven, ontdekken. En aan de hand van wat je ontdekt hebt, keuzes maken. Nou, ik heb hier geschreven: er is niets nieuws onder de zon. Dat is niet een nieuwe uitspraak van mij. Dat is een uitspraak van Salomo. We lezen dat in Prediker 1, vers 9 tot 10. Hetgene geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgene gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw? Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Nou, aan het einde van deze lezing, dan zul je zeggen, nee, inderdaad, er is niets nieuws onder de zon. Ga met me mee in deze schokkende verdere onthullingen. Een bekende filosoof zei: een volk dat zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd hem over te doen. De strijd tussen hen die leren dat een ziekte besmettelijk is en hen die beweren dat dat niet zo is, is al eeuwenlang aan de gang. Of we nu spreken over de gele koorts, de cholera, de pest of de tyfus. Het zijn alle onderwerpen geweest van studie en van boven water krijgen. Wat is besmettelijk en wat is niet besmettelijk? De vraag die naar voren komt is: moet je als christen wel bezig zijn met dit soort zaken? Moet je als evangelist of als leraar niet gewoon bezig zijn met het woord te prediken? Ja, in de eerste instantie is dat het allerbelangrijkste. Waarom? Mensen moeten gefundeerd worden op dat heerlijke woord van God. Dat is alles wat we hebben. Dat is het kompas voor ons leven. Maar dat neemt niet weg dat er zaken op ons afkomen die we moeten bestuderen. Stel je voor, je moet een schutting plaatsen. Dan kun je van Genesis tot Openbaring gaan lezen, maar je zult er niet achter komen hoe jij die schutting moet plaatsen. Of je moet je motorblok van je auto reviseren. Je doet de motorkap open, je opent de Bijbel, je vindt geen antwoord op hoe je dat moet doen. Waarom niet? Daar zijn namelijk technische handboeken voor. Of mensen die het jou kunnen uitleggen of voordoen. Nou, zo is het ook met gezondheid. Om erachter te komen wat waarheid of wat leugen is, zul je toch echt moeten onderzoeken. En we kunnen niet zeggen, dat is te ingewikkeld voor ons, dat laten we over aan de artsen. En we doen maar gewoon wat zij ons voorschrijven. Nee. Ons lichaam is niet van ons. Als wij geloven dat God, de schepper van hemel en aarde, ons geschapen heeft. Als wij geloven dat door de Heer Jezus Christus ons leven hem toebehoort. Dan is ons lichaam niet van onszelf, maar een tempel waar wij zorg voor moeten dragen. En dat brengt keuzes met zich mee die soms ingaan tegen de opinie. Ja, heel vaak moeten we als een levende vis tegen de stroom in. Er staat ook niet voor niks in de Bijbel, in 1 Thessalonicenzen 5, beproeft alle dingen. We moeten de dingen onderzoeken of het waar is. We moeten voor ogen houden dat de hele wereld in het boze ligt. Ja, we moeten beseffen dat er een brede en een smalle weg is. En de meeste mensen lopen op de brede weg. En als jij op de smalle weg loopt, prijs de Heer. Maar dat neemt niet weg dat de valstrikken gespannen worden waarvoor je ogen moet hebben. Je moet een hart hebben om opmerkzaam te zijn, oren om te horen, ogen om te zien. Dat wil God door zijn Heilige Geest ons geven.
Maar dat vergt ook energie. Dat vergt onderzoek. En ik ben blij dat ik deze dingen met jullie mag delen. Zodat je ook meer daarin tot vrijheid kan komen. Het is niet zwart of wit. Het is niet zo dat de alternatieve geneeswijze vol zit met kwakzalvers. En dat de reguliere geneeswijze alles bij het rechte eind heeft. Nee, in beide kampen, als we het zo moeten noemen, vinden we antroposofen, filosofen, wetenschappers die bezig zijn met onderzoeken. En in beide kampen zijn oprechte mensen. In beide kampen zijn gelovige mensen. In beide kampen zijn mensen die misleid zijn en anderen misleiden. In beide kampen zijn leugenaars. Wij mogen het onderzoeken. Weet je, we moeten beseffen dat wat voor ons zo belangrijk is, iemand die zegt een christen te zijn, die jou allerlei therapieën aanbiedt en zegt ik ben een wedergeboren persoon, wil niet zeggen dat wat hij aanbiedt ook daadwerkelijk veilig en geoorloofd is. Misschien is het wel besmet van de Oosterse filosofieën, de Oosterse afgoderijen. En dat zijn wel belangrijke dingen. Ik wil jullie niet duwen in een bepaalde richting, maar handvatten meegeven. En dat je aan de hand van het woord in het gebed de juiste keuze maakt. Het is zo belangrijk om dat te doen. Wij zijn rentmeesters. Jij wordt straks persoonlijk ter verantwoording geroepen voor God. Alle mensen moeten sterven. Alle mensen staan één op één tegenover de levende God, de schepper van hemel en aarde. En jij kan niet zeggen, maar die zei dat. Mijn arts zei dit. En de GGD schreef me dit voor. Of mijn directeur poeste mij tot. Of Wilke Vos zei dat. Nee, jij persoonlijk moet verantwoording afleggen over dat wat je doet. Het zij goed, het zij kwaad. Wat is goed? Er is één die is goed en dat is God. En wij mogen ons aan hem overgeven. De pest en de Bijbel, was dat dan niet besmettelijk? Dat is heel goed om daarover na te denken. De verklaarde Rashi, dat is een bekende oude verklaarder uit de middeleeuwen, die heeft nooit gesproken over melaatsheid of pest in de context van besmettelijkheid. Hij sprak niet over besmettelijkheid. Zullen we eens kijken naar Deuteronomium 28, vers 27 tot 29. De Heere zal u slaan met zweren van Egypte. Hoor je dat? Vorige keer hebben we gehoord dat als ze in het spoor wandelden wat God hen had voorgesteld, ze zouden hem aanbidden boven alles, ze zouden hem lief hebben en hem dienen, dan zou hij geen van de ziekte van Egypte op hen leggen. Maar als ze afwijken, dan zal hij hun slaan met zweren van Egypte, met spenen en met droge schurft en met krausel waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. De Heere zal u slaan met onzinnigheid en met blindheid en met verbaasdheid des harten. Dat gij op de middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het donker. En zult uw wegen niet voorspoedig maken, maar gij zult alleenig verdrukt en beroofd zijn alle dagen en er zal geen verlosser zijn. De Heere zal u slaan. Met spenen, met krausel, met schurft, met blindheid. Wil dat zeggen dat dat alles besmettelijk was? Nee, het was een oordeel van God op de overtreding. Dan is het goed om ook eens te kijken naar nummer 21 vers 6. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. God hield de slangen bij hen weg op het moment dat ze in gehoorzaamheid en geloof met hem wandelden. Maar toen ze aan het mopperen waren en ongelovig waren, liet God de slangen komen. De slangen beten en de mensen stierven. Maar de beet was niet besmettelijk. Begrijp je, de ene persoon maakte de andere niet ziek. Nee, de slangenbeet maakte hen ziek. Dat is iets om over na te denken. Interessant is in deze context, als we gaan kijken naar Matthew Henry. Want het is belangrijk, hè? We kijken naar de Bijbel en we lezen bij een Rashi. Maar als we dan gaan kijken naar wat zegt Matthew Henry nou precies over besmettelijkheid. Dan spreekt hij in Leviticus 13 vers 13 over dat de beginwond, zeg maar beginstadium, dat dat wel besmettelijk is. En hij beroept zich daar op de geleerde dokter Matt, Richard Matt, de zoon van de bekende Matthew Matt. Nou, wie was deze man? Hij leefde van 1673 tot 1754. Deze Richard Matt was lid van de invloedrijke Royal Society, maar ook van
van het college van artsen en hij was een vrijmetselaar. Misschien zeg je, joh, wat, dat zegt mij helemaal niks, de Royal Society of de vrijmetselaars, dat is voor mij onbekend. Nou, het is belangrijk dat je beseft dat deze organisaties nog steeds werkzaam zijn op de achtergrond en als het ware aan de touwtjes van de hele wereld trekken. In deze tijd, in die begintijd van die Royal Society, waren daar occultisten, alchemisten, die de wereld wilden hervormen. En zij wilden, als het ware, tot op de dag van vandaag, een nieuwe orde creëren. Niet naar de orde van de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar nee, hun God is Lucifer. Niet alle die daar instappen zijn zich bewust van wat er daadwerkelijk speelt op de achtergrond. Nou, Richard Mead was een bekend vriend van het Koningshuis en andere invloedrijke mannen als een Isaac Newton. Hij had groot aanzien. Als arts bestudeerde hij en omschreef hij ziekte. De door de Bijbel omschreven van de duivel bezetene zag hij als gewone, gangbare zieken van die tijd. De duivel, de demonen, zag hij meer als een allegorie. Dat moeten we niet letterlijk nemen. Nou, deze man schreef bijvoorbeeld dat de hondenziekte of scheurbuik een besmettelijke ziekte was. Nou, wij hebben de vorige keer gezien dat dat geen besmettelijke ziekte is, maar dat het te maken had met een tekort aan vitamine C. Nou, zo heeft hij heel veel geschreven over besmettelijke ziekte. In 1720 schreef hij in opdracht van Zijne Majesteit van Engeland een advies om de pest tegen te gaan. Vanwege de levendige handel over zee zou de pest namelijk wel eens Engeland kunnen besmetten. En dat moest niet gebeuren, dat moest voorkomen worden. Nou, wanneer we deze geschiedenis gaan onderzoeken, dan ontdekken we dat er inderdaad niks nieuws onder de zon is. Van opsluiting tot quarantainekampen, tot voorstanders en tegenstanders, het is al geschied. Op de website van Oxford Academy vinden we een interessante studie over de al eeuwenlange strijd rondom besmetting. Of het nou over gele koorts gaat, de cholera, de pest of de tyfus. Er is uitvoerig studie gedaan naar besmettelijkheid. De strijd is vaak heel hoog opgelopen. Zij die de besmettingstheorie aanhingen, dat waren naast de artsen ook de machthebbers. En zij waren degene die de voorschriften gaven, restricties oplegden. Van kampen tot aangegeven grenzen waar je alleen over mocht met bepaalde certificaten. Met dreigementen van de doodstraf op overtredingen. Het heeft allemaal plaats gehad. Daartegenover stonden de vrijheidsstrijders. Artsen die niet geloofden in de besmettingstheorie. Vele onderzoeken hebben plaatsgevonden en velen moesten concluderen dat ziekten uiteindelijk niet besmettelijk waren. We hebben het ook gezien de vorige keer. Snot werd uitgezogen, geïnjecteerd. Bijvoorbeeld over een snotverkouden paard een zak over de kop gedaan. En dan heel lang daarin gehouden en dan vervolgens over een ander paard gedaan. Werd niet ziek. We hebben gezien hoe iemand een, zoals gezegd werd, met HIV besmette naald in zijn eigen vinger prikte zonder ziek te worden. Kortom, er is bewezen dat ziektes, virussen, niet overdraagbaar zijn door de lucht of op een andere manier. Nou, dat was hier dus op het strijdtoneel als het ware. Hè? Soms liep die strijd heftig op. Eén van de mannen die ook meegedaan heeft aan de strijd was een Charles MacLean. Ik citeer een stukje uit een studie die ik ook met jullie deel in de voetnoten. MacLean werd niet moe het besmettingsgevaar terug te voeren op de politieke manoeuvre van de paus op het concilie van Trente in 1547 over te dragen, mogelijk gemaakt door de ad hoc besmettelijke theorieën van zijn dienaar Fra Castorius, overigens gepubliceerd in 1546. Dit was ook een mooie aanleiding om anti-katholieke en anti-religieuze emoties te mobiliseren. Een beroep doend op de oneerbiedigheid van de tijd voor louter gezag. Begrijp je het? Oh nee, er waren mensen die waren tegen het gezag. Die moeten gestraft worden. Het is verschrikkelijk. MacLean donderde tegen het monopolie van het college van artsen. Hoor je dat? College van artsen waar dus die Mead lid van was. Dezelfde geest werd aangewakkerd door herinneringen aan het neerschieten van drie anti-con
anticontagionisten. Wat zijn nou weer anticontagionisten? Nou, dat zijn de mensen die dus tegen de leer van de besmetting zijn. Tegenwoordig heb je overal een woord voor anti-dit, anti-dat of complot, je weet het wel. Nou, dat hadden ze toen ook al. Dat waren de anticontagionisten. Nou, die werden dus neergeschoten in Torreya in 1815. Dezelfde gewelddadige daad in Noja in Apulië in 1815. De verbranding van het anticontagionistische boek van dokter Armesto in Spanje in 1800. En het ophangen van een anticontagionistische arts en kleermaker in Brandenburg in 1707. Voor MacLean was het ergste aspect van de quarantaines dat ze motoren van despotisme waren. Met andere woorden, daar in die quarantaine werd je opgesloten. De regeringsvorm met absolute macht kreeg op deze manier steeds meer macht. Ja, hij zag die kampen, die druk van die kampen, zag hij zeg maar als een aandrijving achter het steeds groter worden van de macht. Sinds de eerste helft van 1800 lijkt de hele medische wetenschap, inclusief alle universiteiten, enkel nog oog te hebben voor de theorieën van Robert Koch en Louis Pasteur. Niets nieuws onder de zon, maar als het ware opnieuw weer ontdekt. En ze bleven natuurlijk daar maar over nadenken. Nou, we hebben de vorige keer wat langer stilgestaan bij Louis Pasteur en gezien waar dat alles op gebaseerd is. Dus vanaf nu, vanaf 1800 zeg maar, is de heersende opinie binnen de universiteiten, elke gemiddelde arts die denkt op deze manier. Waarom? Er wordt hem niets anders verteld. Het is interessant, zeg maar, in oude bibliotheken, daar vond al censuur plaats. De boeken die niet strookten met de besmettingsleer waren niet te vinden in de bibliotheek. Nou, vandaag is er als het ware ook niets nieuws onder de zon. Men wordt in een hoekje gedrukt, aan de kant gedrukt en op de scholen wordt het niet geleerd of er wordt met verachting en minachting over deze gekkies gesproken. Dan zijn er nog wel steeds artsen en onderzoekers die beweren dat het niet zo is. Dat een virus niet door de lucht vliegt. Maar deze worden dus, wat ik al zei, in een hoekje gestopt. Nou, vandaag denken velen dat we moeten vechten tegen virussen en bacteriën. Nou, in de vorige lezing hebben we dus gezien dat de virus niet het probleem is, maar dat wat voor virus werd gehouden, wat in het bloed zichtbaar werd onder de microscoop, dat was niets anders dan een afscheidingsproces, afscheidingsproduct van de cellen die zichzelf reinigen. Dus het lichaam wordt vergiftigd door omgevingsfactoren. Denk aan het innemen van gif, het ademen van gifstoffen, het eten van vieze producten, invloeden van rookgassen, noem het allemaal maar op. Het lichaam reinigt zichzelf van deze gifstoffen en dat reinigingsproces werd aangezien voor het virus. Dat is niet het probleem. Niet het snot maakt ons ziek, maar het snot is het resultaat van het reinigen van het lichaam. Daar moeten we dus niet tegen vechten. Nou, om een voorbeeldje te nemen, gaan we naar de splinter. Je pakt een balk vast. Ah, een splinter in je vinger. Hé, nou, je werkt door en je vergeet het eigenlijk weer. Volgende dag, je vinger is rood. Dag erop, pus, etter uit die vinger. Is de etter het probleem? Nee, zul je mogelijk zeggen. De splinter is het probleem. Toch ga je naar de dokter vanwege de ontsteking. De dokter schrijft antibiotica voor en de pus gaat weg. Maar de splinter zit er nog. De splinter blijft irriteren, er komt opnieuw pus. De dokter geeft weer antibiotica, de pus verdwijnt. En zo is de splinter die niet verwijderd is, een chronische ziekte geworden. Splinteritis. Zo ontstaan chronische ziekten. Nou, dan gaan we naar het volgende voorbeeldje. Je houdt van een lekker sigaartje of sigaretje. Je vindt daar niks mis mee op zijn tijd. En je longen lijken het goed te doen. Je hebt er nergens last van. Maar op een gegeven moment, er gebeurt van alles in je leven. En je wordt wat zwakker en je bent ziek. Oh, je hebt last van je longen, je hoest slijm op. En dat wat op een verkoudheidje leek, bleek toch wel een flinke ontsteking te worden. Maar wat gebeurt er in je longen? Jouw longen zijn aangezet om het gif weg te werken uit als het ware al die geïrriteerde, ontstoken longcelletjes. Nou, dat proces brengt dus slijm op gang.
Dat slijm is lastig. Koorts is er ook vaak bij, hè, omdat je lichaam aan het werk is. Nou, je krijgt een antibiotica voorgeschreven en in no time, je bent hartstikke blij, want de longontsteking is weg. De antibiotica heeft je leven gered. Maar in werkelijkheid is het reinigingsproces van die longen, die zo levensbelangrijk zijn vanwege die gifstoffen die binnenkomen, stopgezet. Nou, het probleem is dat jouw lichaam een uitweg moet zien te vinden. En vaak ontstaan op de plaatsjes van die ontstekentjes ophopingjes, tumoren. En zo zien we longkanker ontstaan. Ik wil je niet bang maken, maar ik wil je bemoedigen om de dingen te onderzoeken en het lichaam het werk te laten doen wat zo belangrijk is. Wij moeten ons wachten voor vervuiling en op het moment dat het lichaam het eruit werkt, moeten we dat niet gaan stopleggen. Je ziet hoe het veranderen van ons denken ons eigenlijk steeds meer tegennatuurlijk heeft gemaakt. Nou, het is heel belangrijk om even over dat antibiotica na te denken. Want dat antibiotica, dat is dus, je zegt het al, antibiotica. Het is werkelijk een gifstof die dus de bacteriën in het lichaam, die zo levensbelangrijk zijn, want die werken het gif weg, doodlegt. Nou, vandaag de dag worstelen artsen met de vraag wat ze moeten doen met mensen die antibiotica resistent zijn. De mensen krijgen een ontsteking voor de zoveelste keer, ze krijgen antibiotica en de antibiotica schijnt niets meer te doen. Nou, mijn advies is, gebruik helemaal geen antibiotica. Je ziet dus, het lichaam is kapot gemaakt en het lichaam wordt aangezet om de strijd te strijden. En gaat steeds harder vechten. En dat wat het zogenaamd zou moeten helpen, helpt niet meer. Maar eigenlijk heeft de antibiotica het lichaam dus kapot gemaakt. Zoals we met meerdere dingen zullen zien. Dus goed begrijpen, niet koorts is het probleem. Maar de ziekte werkt het gif naar buiten. Daarbij komt koorts ontstaan. Dat is interessant, dat er is een oude wetenschapper geweest, die heeft gezegd, geef mij een middel dat koorts opwekt en we kunnen iedere ziekte genezen. Ja, Hippocrates wist er ook van. Hij heeft ook verteld dat we met warmte de ziektes kunnen bestrijden. Als dat zo is, dat koorts en ontstekingen het oplossend vermogen van het lichaam is om afstand te nemen van dat wat dodelijk is, dan moeten we eens nadenken over koortsremmers en ontstekingsremmers. Die je zo gemakkelijk bij de kruidenier kan halen. Zonder recept. Die je zo makkelijk slikt als je even een hoofdpijntje hebt. Of een ontstekentje links of rechts. We gaan naar ons volgende punt. Kinderziektes. Als virussen niet door de lucht vliegen. Hoe kan het dan dat er meerdere kinderen tegelijk in een gezin ziek zijn? Of in een schoolklas? De mazelen is er weer. Nou, dat kindje wordt ziek, dat kindje wordt ziek. Goed om over na te denken. De vorige keer zei ik al, op de achtergrond is veel meer gaande als dat wij daadwerkelijk weten. Bijvoorbeeld, het seizoen komt. Uit de holen kruipen de beren. De winterslaap zit erop. Is dat besmettelijk? Nee. De verandering van het seizoen, als het ware van het klimaat, brengt seizoensziekte mee. Nou, sommigen zijn er aan toe. En anderen hebben het al gehad. Of zijn er nog niet aan toe. Zo eenvoudig werkt het. En daarbij moeten we niet vergissen dat ook het lichaam bepaalde signalen afgeeft. Dus als jij, wat we de vorige keer al noemden, zet 6 vrouwen in een ruimte en ze zullen allen dezelfde cycli doorlopen, de maandelijkse cyclus. Nou, zo is het ook. Als ik ziek word, ik geef als het ware iets mee aan de ander. We hebben heel wat zintuigen. De ogen, de oren, de mond. We merken dingen op. En ons lichaam is zoveel wonderlijker dan dat wij denken. Dus, de mazelen moeten we niet remmen. De waterpokken moeten we niet remmen. Deze ziektes zijn nodig om tot volwassenheid te komen, de ontwikkeling. Het is heel mooi om te horen dat je ziet het soms, kinderen spelen nog, tekenen nog heel erg houterig.
en dan komt er een kinderziekte en daarna kunnen ze ineens heel mooi vloeiend tekenen. Sterker nog, die kinderziektes, die brengen iets in het lichaam teweeg, waardoor ze in het latere leven als het ware beschermd zijn tegen ernstige ziektes waar anderen wel vatbaar voor zijn. Maar hoe zit het dan met dat meerdere mensen tegelijk in een huisgezin ziek worden? Dat is een goede vraag. Maar ook belangrijk om op te merken dat de mensen die in één gezin leven, zijn ook degene die vaak hetzelfde eten, hetzelfde drinken, hetzelfde klimaat, hetzelfde ruimte zijn. Hun lichaam wordt op dezelfde tijdstip aangezet om een grote schoonmaak te houden. Nou, wat heel erg belangrijk is, rust. Geef het kind, geef jezelf de ruimte om uit te zieken. Ga dus niet remmen, maar laat je ziek zijn en laat je lichaam zichzelf herstellen. Het is goed om er zelfs van te genieten. Hoe pijnlijk, hoe lastig, hoe misselijk, hoe vervelend je ook kan voelen. Het lichaam ruimt de rommel op. Denk aan tijdig luchten van de ruimte, dat er genoeg zuurstof is. Een van de dingen die ik tegenkwam in een studie in de historie was dat bijvoorbeeld bij pest werden de huizen en ramen gesloten. Het mocht niet open, want dan zou de pest door de straten waaien. Je begrijpt wat er gebeurt. Binnen no time is het hele gezin gestorven. De lucht moet fris zijn. Er is ontdekt in de voorgaande jaren, daar waar veel zieken op een zaal lagen, dat als de ramen open gingen, dat de ziektes werden genezen. Schone lucht is van levensbelang. Denk daarbij, ook als je airco gebruikt, dat je af en toe die ramen lekker opengooit en de zuurstof naar binnen laat komen. Het is van levensbelang. Nou, een bekend onderzoeker, dokter Stefan Lanka, beweerde dat het mazelenvirus niet bestaat. Nou, interessant is dat er dus een rechtszaak is geweest in Duitsland. Hij heeft het Duitse federale hooggerechtshof bevestigd dat inderdaad het mazelenvirus niet bestaat. Bovendien is er geen enkele wetenschappelijke studie ter wereld die het bestaan van enig virus heeft kunnen aantonen. Dat wat in de literatuur, in de boeken, in de kranten als een virus op de foto wordt gezet, is niets anders dan bedrog. Er wordt ook vaak gezegd dat we een grote piek van ziektes hadden en na de prik, na de vaccinatie, was er van geen ziekte meer sprake. Nou, inderdaad, als je gaat kijken naar de grafiek zie je een enorme hoge piek en dan wordt het langzaam lager en dan hier komt de vaccinatieprik. Dus inderdaad, voor de prik was het heel hoog. Maar men vertelt er niet bij dat de prik pas gezet werd op het moment dat de ziekte voorbij was. Sterker nog, wanneer je diep gaat verdiepen in die prik, het gaat voorbij aan de context van dit verhaal, maar dan kom je achter schokkende dingen. Dat er velen, maar dan ook werkelijk velen, zijn gestorven door de prikken. De prik is werkelijk gif. Nieren van zieke apen worden gebruikt. Geaborteerde baby's. Zeg niet dat het niet waar is, maar kijk, onderzoek, zie en huiver. En één van de stoffen die erin zit om een reactie op te wekken van het lichaam is aluminium. Nou, dit is een stof die niet voorkomt in de natuur. Het lichaam kan er niets mee. En daarom gaat het als het ware in gevecht en blijft het in gevecht. We zouden dit kunnen noemen een auto-immuunziekte. Het lichaam is voortdurend in strijd. Nou eet je een pinda en je lichaam schokt. Pinda, het vecht tegen de pinda, ontsteking of wat voor reacties dan ook ontstaan er. De pinda is niet de oorzaak, maar het vergiftigde lichaam kan de pinda niet handelen. En vecht tegen de pinda als iets dat kwaad is. Er is een relatie tussen autisme en vele soorten kankers. En de vaccinatie. Doe onderzoek. En huiver. Ik sprak ook in de lezing over elektriciteit in relatie tot gezondheid. Nou, ons lichaam is gevoelig voor elektrische frequenties.
We zouden kunnen zeggen dat de hele natuur bestaat uit frequenties. Deze frequenties hebben natuurlijk invloed ook op de gezondheid als we die gaan verstoren. Kruip in een magnetron, zet een magnetron aan en je zult er niet gezonder van worden. Dat begrijpt iedereen. Leg er een gloeilamp in en hij gaat branden. Warm er melk in op en geef het aan je baby en je geeft niet iets gezonds aan je baby. Iets om over na te denken. Wij elektrocuteren van alles zo gemakkelijk. Nou, zonder je bang te maken voor allerlei elektrische apparatuur, van smartphones tot computers, iPads, noem maar op, is het wel goed om je bewust te zijn van dat de apparatuur een beweging in je lichaam aan gang zet die niet gezond is. Neem er afstand van. Slaap niet met je smartphone onder je kussen of in je nabijheid. Leg hem aan de andere kant van de kamer. En breng er niet te veel tijd op door. Overdag of wanneer dan ook. Wij moeten dus ons bewust zijn dat apparatuur iets doet met ons lichaam. Maar niet bang zijn. Dat is heel erg belangrijk. Ik kom daar ook in het volgende puntje op. Maar persoonlijk ben ik van mening dat hoewel er frequenties zijn, we niet kunnen stellen dat we met bepaalde apparatuur, denk aan bioresonantie, ons lichaam zouden kunnen repareren, zouden kunnen genezen. Denk aan een apparatuur wat de frequentie van je maag of van je nier zou kunnen meten en dan een positievere frequentie zou terugsturen om het te genezen. Dat gaat voor mij te ver. Daar geloof ik niet in. Nou, ik sprak ook over positief denken. Sommigen schrikken daarvan. En dat begrijp ik. Want er is een hele beweging al jaren gaande over positief denken. Met positief denken lossen we al onze problemen op. En als je niet uitkijkt, maakt de mens van zichzelf een god. Nee, dat bedoel ik niet. Maar als we de Bijbel lezen, dan kunnen we niet anders als constateren dat de Bijbel ons oproept tot positiviteit. De positiviteit die in God, in Christus te vinden is. Maak je niet bezorgd. Dat staat in Matthäus 6. Wij mogen in Filippenzen 4, we mogen alles bij God brengen. Hij zal voor ons zorgen. Ik heb ook in andere lezingen gesproken over angst, bezorgdheid en stress. Dit is zo desastreus voor het lichaam. Dat we een smile op ons gezicht zouden moeten hebben, willen we onze gezondheid bevorderen. Dus denk positief, spreek positief. Alles wat welluidt, alles wat lieflijk is. Bedenk die dingen, spreek over die dingen. Het is trouwens leuk om ook, als het gaat om frequenties, als je ergens bent en er wordt door iemand negatief gesproken, hoe snel kan alles ineens negatief zijn? Er hangt ineens een sfeer die te drukken is. Blijkbaar gebeurt er iets. Het zijn niet alleen de woorden, maar er is ook iets wat ons lichaam uitstraalt. Bijzonder. Nou, je zegt het ook wel eens, die persoon die zuigt me leeg. Inderdaad, dat gebeurt. En die, als ik bij die persoon in de buurt ben, ik voel me vrolijk. Begrijp je dat er meer speelt als dat we daadwerkelijk zien? Nou, de Heere God roept ons dus op om in die zin positief te zijn. En als we erover nadenken dat God regeert en dat Hij daadwerkelijk alles in de hand heeft, hoewel het lijkt dat het niet zo is. Hij regeert en nog even en Jezus zal komen. En dan zal iedere leugen, mond en kwaaddoener gestopt worden. Ja, het oordeel zal plaatsvinden over alle die in die ongerechtigheid gewandeld hebben. Is er een positievere boodschap denkbaar dan dat God vanuit de hemel gezien heeft dat er niemand was die naar hem zocht en naar hem vroeg, maar dat hij zelf in Jezus Christus naar deze aarde kwam om zondaren te zoeken, te verlossen van zichzelf, te verlossen van het kwaad, te verlossen van verslavingen, te verlossen van ziektes, te verlossen van stress en angst en bezorgdheid, om hen te doen wandelen in blijdschap, in het spoor, in het smalle pad, in het spoor van gerechtigheid, achter Jezus, in het blij vooruitzicht dat we straks voor altijd bij hem zullen zijn. Vrienden, misschien is het nieuw voor je, maar er is een God die regeert. Hij die aard en hemel schiep, heeft ons geschapen. Wij zijn het product van hem. Misschien klinkt het oneerbiedig, maar wij zijn zijn eigendom. En nou is de grote vraag, hoe leven wij ons leven? Hebben wij ons leven in de hand van de wetenschap gelegd? Of hebben wij ons leven in de hand van de Almachtige God gelegd? Aan wie we toekomen?
En wij kunnen met hem in gemeenschap leven door te schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Hij kwam en heeft zijn leven gegeven opdat wij zouden leven. Wat een positieve boodschap is dat. Er werd mij getipt over het immuunsysteem. Nou, ook in de lezingen rondom angstbezorgdheid en stress spreek ik over het belang van een gezond immuunsysteem. Nou, dat is interessant. De Bijbel zegt ons in Romeinen 12 vers 2 dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Je ziet dus dat als we na zoveel jaren geleefd te hebben, ontzettend veel informatie tot ons te hebben gekregen, bepaalde meningen gevormd hebben. En die moeten hervormd worden. Ook ik moet ontdekken dat eigenlijk het immuunsysteem een verkeerd woord is. Als voorbeeld zal ik het volgende noemen. Je bent gewend om elke avond een glaasje wijn te drinken. In het begin voel je je wat dizzy. Misschien dat je wat rood wordt, uitslag in je nek. Je slaapt bijzonder diep. En daarna, je raakt eraan gewend. Je drinkt elke avond een glaasje wijn. Je lichaam is immuun geworden voor de alcohol, zo denk je. Maar nou stop je 6 weken. En ineens neem je weer een glas wijn. Die voel je zitten. Je lichaam was dus niet immuun voor het gif wat hij weer moet op gaan ruimen. Begrijp je? Dus we moeten niet spreken over een immuunsysteem, maar over een goede gezondheid. Nou, hoe krijg je een goede gezondheid? Door op een positieve manier te denken. Op een positieve manier te handelen. Je te voeden met gezond voedsel. Denk aan fruit, groentes, gezond water, goede beweging, goede zuurstof. Dat is alles van levensbelang. Beweging, ook heel erg belangrijk. Nou, als je dat doet, dan bouw je als het ware aan een gezond en sterk lichaam. En mijns inziens is dat ook onze verantwoording. Niet vergiftigen met van alles wat we zo zogenaamd lekker vinden. Wij zouden lekker moeten gaan vinden wat de natuur ons aanbiedt. Een noot, een appel, een sinaasappel. Als je door de supermarkt loopt, dan zou je eigenlijk alles wat waar een etiket op zit, met allerlei ingrediënten, moeten laten staan. En alles waar geen etiket op hoeft, wat je in één keer herkent als voeding, dat kun je eten. Tenzij ook dat is aangepast, gemodificeerd, gemanipuleerd. Dus goede voeding is van levensbelang. En alles wat zogenaamd onder het genot voorvalt, denk aan de zoete koek, denk aan de lekkere suikerproducten, denk aan de gefrituurde producten, denk aan zoveel producten, daar zouden we minimaal tot niets van moeten nemen. Het bederft ons leven. Denk aan hoe we ons kunnen bederven met alcohol, met roken en noem het al niet op. Ons lichaam moet het eruit werken. En nou is het probleem dat we ons gemakkelijk vergiftigen en op het moment dat het eruit werkt, gaan we opnieuw vergiftigen en zo worden we langzaam maar zeker dood. Het is niet anders. Het is de conclusie die we moeten maken. Dus, het is interessant in deze context nog het voorbeeldje van de goudvis te noemen. Als je een vis ziet in een vieze kom, dan denk je toch niet, wacht even, ik moet dat visje een injectie geven, zodat die bestand is tegen die vieze kom. Nee, je maakt het water schoon en het visje is gelukkig. Nou, diegenen die dus vroeger in de geschiedenis als anti-contagionisten werden genoemd, bestempeld in een hoekje gedrukt, waren juist degenen die zorgden voor een schone omgeving. Schone straten, schone steden en de gezondheid bloeide op. Nee, niet onze buurvrouw of buurman is vies en besmettelijk, maar die vieze goot vol vuilnis, vol dierenlijken en vol poep. Dat is het probleem. Als we dan zo aan het einde van de lezing gekomen zijn, dan kunnen we terugdenken aan de vraag die we stelden. Is de Bijbel een handboek voor het plaatsen van een schutting? Voor het reviseren van een automotor? Is het handboek voor gezondheid? En dan moeten we concluderen. Ja, wanneer we zijn woord bestuderen, dan ontdekken we daar hoe hij voorschriften gegeven heeft rondom het eten van dat wat rein is. Rondom hygiëne. Rondom het leven en de waarde van het leven. Met andere woorden, wanneer de hele wereld het woord van God
als uitgangspunt zou nemen, als basis, dan zou de wereld er totaal anders uitzien. En zouden we niet staan op het punt waar we nu met elkaar gekomen zijn. Een punt waarop we als het ware weer opnieuw moeten gaan heroriënteren en keuzes maken. En als we dan bedenken dat degene die in het verleden en vandaag de dag de touwtjes als het ware in handen hebben, keuzes hebben gemaakt die politiek gekleurd waren. Waar de macht over de mensen meer en meer is toegenomen. Waar geld een grote rol speelt. Dan moeten wij ons afvragen, waar staan wij? En aan wie willen wij ons onderwerpen? Mogen wij ons lichaam, onze gezondheid, ja onze toekomst op het altaar leggen van de machthebbers van deze eeuw? De hele wereld ligt in het boze. Maar mijn God, ja onze God, regeert. En onze levens komen hem toe. Zullen wij hem dienen? En zullen wij hem volgen? Ik bid jullie wijsheid toe. Rust en vrede. Deze dingen nieuw voor je zijn, overdenk ze. Ga niet tegen elkaar strijden. De een gelooft het wel, de ander gelooft het niet. De een is bereid om het te onderzoeken en ik geloof dat iedereen bereid zou moeten zijn om het te onderzoeken. En de ander die zegt, hou op, ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Nou, dat is niet de goede intentie. Wij worden opgeroepen om de dingen te beproeven en ons te voegen naar dat wat waarheid is. Nou, inderdaad, aan het eind zeggen we, er is niets nieuws onder de zon. Wat in 1700, wat in 1800 speelde, speelt ook in 2000. Hoe staan wij daarin? Hoe gaan wij ermee om? En bedenk wel, de prikken die er toen waren, zijn niet de prikken die er nu zijn. De certificaten om de grenzen over te mogen, zijn niet dezelfde als die er nu zijn. Het borduurt wel voort op dat wat toen is ingezet. En als we goed gaan kijken, zijn het dezelfde personen die aan de touwtjes trekken. Maar wat mij betreft, mij en mijn huis, wij willen de Heere dienen. God zegene jou. Shalom.